De recente dramaserie die het leven van Patty Bart belicht, lijkt niet het succes te boeken waarop gehoopt werd. Kritieken van gerenommeerde kranten zoals de Volkskrant en het NRC zijn allesbehalve lovend, met beide publicaties die slechts twee sterren toekennen aan de serie. De termen heel krukkig en oppervlakkig sieren de koppen van de recensies. Volgens de Volkskrant-recensent Herin Wensink leidt de serie onder het al te snelle tempo waarmee regisseur Wil Koopman tussen verschillende tijdvakken schakelt. Dit resulteert in een verlies van chronologie en oppervlakkig uitgewerkte scènes waarvan de dramatische impact minimaal blijft. Opvallend is dat, ondanks de betrokkenheid van vijf schrijvers, de dialogen als fantasieloos en rechtlijnig worden bestempeld. De keuze om de 38-jarige Eva van de Weideven de rol van een 60-jarige Brart te laten vertolken roept vraagtekens op. Dit leidt tot ongelukkige situaties met pruiken en make-up. Waardoor zelfs het charismatische spel van van de Weideven niet in staat is om de gezichtsprotheses te overtuigen. NRC-recensent Wilfred Takken bekritiseert de serie als simpelweg niet goed. Hij wijst op de verwarrende tijdsprongen en het gebrek aan toegevoegde waarden in verschillende levensfasen. Het familiedrama, hoewel potentieel het meest dramatische aspect, wordt laat geïntroduceerd en blijft onderontwikkeld. Adres-recensent Peter van Brummelen is iets milder in zijn oordeel en kent drie sterren toe. Hij benadrukt dat het even wennen is aan de ingetogen sfeer die niet overeenkomt met het verwachte imago van de extraverte Brart. Toch wijst hij op een scène die volgens hem overdreven is aangezet, waarin een jonge Patty haar huid probeert te bleken met een overmatige hoeveelheid chloor in bad, wat hij als weinig realistisch beschouwt. Al met al lijkt de serie verdeelde reacties op te roepen, met bewondering van bevriende BN'ers, maar met ernstige tekortkomingen volgens onafhankelijke recensenten, wat de discussie over de kwaliteit van deze dramaserie rond Patty Bart verder aanwakkert.